Het aantal veroordelingen neemt af. Dat is waar we concreet mee te maken hebben. En ondertussen worden zowel de daders als de slachtoffers steeds jonger. Al dus de dadermonitor van de coördinator mensenhandel. Volgens mij reden genoeg om niet te zeggen doe mal, maar reden genoeg om te zeggen hoe kunnen we met z'n allen ervoor zorgen dat we hier een beter antwoord op hebben. Dat is toch uiteindelijk waar het wat mij betreft om gaat. En niet wie het net even wat beter heeft verzonnen, maar meer met hoe verandert die wereld en hoe kunnen we daar gewoon als overheid een beter antwoord op formuleren. Volgens mij is dat hetgene waar we op dit moment voor staan en ook de uitdaging waar we op dit moment voor staan. En dan kom ik weer eventjes terug bij die opening van de Veilige Vesten morgen. Want het is helaas een plekje wat hard nodig is. Een plekje waar op dit moment 36 meisjes en vrouwen een plekje hebben gevonden. Wat hopelijk het einde is van een ontzettend lange nachtmerrie waar ze in gezeten hebben, die ook altijd ergens is begonnen. En nu heb ik het geluk gehad, zou ik willen zeggen, dat ik met een aantal van die meiden in de afgelopen jaren heb mogen spreken. En wat me eigenlijk is opgevallen, dus dat er altijd een soort rode draad doorheen is gaan lopen. Eigenlijk beginnen een aanleiding voor die ellende en die ligt hem heel erg vaak in pesten. Kwetsbaarheid, onzekerheid. En dat pesten begint steeds vaker online met die naaktfoto die je toevallig hebt gestuurd of die iemand anders voor je online heeft geplaatst. Wat je uiteindelijk in een positie zet waarin je kwetsbaar wordt voor kwaadwillenden. En die zijn er helaas te veel. En zo begint die ene foto, dat ene moment, als een start van iets wat kan eindigen in een positie waarin je als meisje ineens achter een webcam zit. Of door een paaier wordt uitgebuit, bent geslagen, vernederd, mishandeld en voor wat? Voor wat? Niks anders vanwege het feit dat je bestaat. En wat zeggen wij in reactie als gemeente? Doen we al. We hebben een programma ingericht om te sturen mensen naar de school. Dat is perfect, doen we al. Moet je eens gaan kletsen met die meiden en de vraag stellen, wat heeft dat voor jou gedaan? Het antwoord is wat ze geven, is niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Want wie is die vrouw en hoe kan zij mij vertellen hoe mijn leefwereld in elkaar zit? Dat is het antwoord wat je krijgt. En daarom ben ik blij met de collegereactie die zegt van we vinden dit ontzettend belangrijk. We hebben een regiovisie. Ik zie Peter Oskam ook toevallig morgen. Zal ik ook nog even een jasje trekken. Geloof me maar. Doe ik ook. Hoe kunnen wij nog beter laten zien dat we de omgeving dat we belangrijk vinden. Hoe zijn we steviger in staat om A, bij die slachtoffer te komen, maar ook B, bij die daders. Hoe zijn wij beter in staat als overheid om daar antwoord op te geven. En dat is nou wat ik nog een beetje mis. Ik mis een beetje dat gevoel van ja, de uitdaging wordt alleen maar groter. De groep slachtoffers wordt alleen maar groter. En we hebben nog niet het lek boven hoe we daar gewoon op een betere manier tegenaan kunnen knokken. Dat mis ik nog steeds. En ik hoop dat we met z'n allen vandaag gewoon weer een stukje verder kunnen komen in die discussie. Want dat is ook precies waar die initiatiefnotitie voor bedoeld is. Wij gaan praten met Watch Nederland. Toen, die zeiden ook, heb je wel eens gehoord van deepfake? Nou, ik had er zelf wel eens van gehoord, maar ik wist niet wat het was. Maar het is dus een techniek die steeds makkelijker en breder beschikbaar wordt. Waarbij scholieren gewoon in staat zijn om in jouw hoofd hartstikke levensecht op een foto of op een filmpje te plaatsen. Waarbij ik dus al helemaal niks meer hoef te doen. Dus ik hoef geen filmpje of naaktfoto zelf meer online te zetten. Maar iemand anders doet dat voor mij. Met exact diezelfde consequentie. En dat is hetgene waar we helemaal nog geen antwoorden op hebben. En daarom snap ik ook niet, als ik dan vraag in zo'n initiatiefnotitie, kunnen we iets met het pleiten voor betere wetgeving? Kunnen we iets met het pleiten voor het stevige aanpakken van techbedrijven? Om ervoor te zorgen dat wij onze jeugd wat beter kunnen gaan beschermen. Dat mis ik. Dus ja, ik zie dat we allemaal een gedeeld gevoel hebben van dit kan niet, dit mag niet. En dit moeten we niet willen. Maar ik mis gewoon een stukje concreet zeggen, maar we moeten het ook beter aanpakken. En ik hoop echt dat we vandaag gewoon weer het volgende stapje kunnen doen. Als Rotterdam kunnen zeggen, ja, ho eens even. Het zijn onze kinderen, wij gaan ervoor staan en wij gaan een stapje verder. En dat we dat net wat beter en wat steviger aan kunnen pakken. Laten we creatief zijn. De problematiek vraagt erop.